Als we stroomafwaarts de IJssel volgen, komen we uit bij de bekende Hansestad Kampen. De skyline van de stad wordt bepaald door de Bovenkerk. Niet alleen de toren, maar ook het 27 meter hoge middenschip van deze gotische kruisbasiliek torent hoog boven de stad uit. De kerk nodigt ons uit om haar te komen bezichtigen. En nu we eenmaal binnen zijn hier in de Bovenkerk, wordt ons oog getrokken door een aantal bezienswaardigheden. Het priesterkoor hier met haar kooromgang. Het prachtige Rijnlands hoogkoor met de unieke lichtinval. Bijzonder in Noord-Europa, omdat alleen de Dom van Keulen en van Praag een dergelijk hoogkoor kennen. Het koorhek hier op de scheiding van middenschip en koor uit de 15e eeuw. Maar natuurlijk, wij als orgeliefhebbers, wordt ons oog getrokken door dat prachtige front van Hiens uit 1742. Dichterbij komen we onder de indruk van de grootsheid van het orgelfront. Duidelijk kunnen we nu ook zien de indeling van de verschillende werken. Onderaan, vlak vooraan, het rugwerk. Daarboven het hoofdwerk met de imposante pedaaltorens. En bovenin het bovenwerk, duidelijk zichtbaar. Verstopt, we zien nog een klein stukje tussen hoofdwerk en rugwerk in, een aantal pijpen van het borstwerk. Noemden we eerder al de prachtige ruimte met haar ruime akoestiek en het imposante orgelfront. Nu we boven aangekomen zijn, zijn we ook onder de indruk van de speeltafel met 4 klavieren en 76 registerknoppen. Dit alles bij elkaar heeft het instrument wereldwijde bekendheid opgeleverd. Niet in de laatste plaats door organist Willem Hendrik Zwart. Hij is hier ruim 40 jaar ambassadeur geweest van dit prachtige instrument. Een orgel uit 1742 mag natuurlijk met recht een barokorgel genoemd worden. En dan is Kampen wel het voorbeeld. Op ieder werk, zowel boven als hoofd als rug, kunnen we een eigen plenum bouwen. En wat te denken van bepaalde solo-registers. De prachtige Vox Humana van het bovenwerk. Of de combinatie van fluiten 8, 4 en 3. Typische barokkleuren. Maar we zouden het orgel en haar bouwer tekort doen als we hier alleen maar orgelmuziek zouden spelen die geschreven zijn voor het jaartal 1750. Nee, het rijke kleurenpalet die deze imposante Hiens ons brengt, kan ook muziek van die periode daarna zeker aan. Componisten als Mendelssohn en Franck, maar ook Reger en Guillemin zijn hier iedere zomer te horen in het grote aanbod aan orgelconcerten. En niet in de laatste plaats, de Hollandse koraalkunst. Misschien is dit wel de kraamkamer van een heleboel psalm- en liedbewerkingen geweest. De audiospecialisten van Johannes Orgelbouw zijn nachten bezig geweest om al deze registers stuk voor stuk en toets voor toets op te nemen. En niet alleen de kleuren van de dispositie, maar ook de ruime akoestiek van deze prachtige ruimte hebben zij weten te vangen. Nu verkrijgbaar in de live-serie. En ik zie er naar uit om het Hiensorgel van de Bovenkerk in Kampen thuis in mijn eigen huiskamer te kunnen bespelen.